Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bekijk het maar. Vandaag hebben we een vrouw te gast die op haar 18e al wist dat ze haar leven in de muziek wilde doorbrengen. Ze startte aan het conservatorium in Zwolle, later ook in Amsterdam, won de tweede prijs bij het Euroregio Vocalistenconcours en studeerde liedrecitals en oratorium. Maar in haar studeerkamer begon ze ook voor haar plezier Jiddische liederen te zingen. In New York ontmoette zij Bele Schechter Gottesman, componiste en schrijfster van Jiddische liederen. En Bele maakte mijn gast van vandaag bewust van haar Joodse roots. Zij bleef daar voor langere tijd en daar ontstond een vriendschap door. Hoe dat verder is gegaan, dat horen we van haarzelf. Mag ik u voorstellen aan Lucette van den Berg. Ja. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je in dit programma wil komen. En in mijn intro vertelde ik dat Bele jou bewust heeft gemaakt van jouw Joodse roots. Maar zo is het niet helemaal gegaan. Nee, dat heb je helemaal goed. Het is eigenlijk zo gegaan dat ik gaandeweg mijn geschiedenis, zeg maar, gaandeweg dat ik zo tegen mijn 20ste aanliep, een beetje begon te begrijpen wat mijn bloed was. Maar ja, daar wist ik ook eigenlijk niet zo goed wat ik daar nou toch mee moest. En uiteindelijk ben ik naar Israël gegaan mijn eerste keer. En daar ontmoette ik iemand op het strand. En die kwam naar me toe en die zei, spreek je Duits? Ik zeg, ja. Hij zegt, ik spreek Jiddisch met jou, jij verstaat mij wel. En zo hebben wij een gesprek gevoerd met elkaar. En op een gegeven moment zegt hij, je bent zangeres, hè? Nou, daar zat ik dan in mijn bikini. Je snapt het, Maus. Dat zag er niet zo toen nog wel in bikini. Ja, nog steeds hoor. Oh, nog steeds. Dat zag er niet erg zangeressig uit. Nee. Maar, ik vertelde, klassieke muziek, bla 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 bla. Hij zegt, heb je wel eens Jiddische muziek gezongen? Ik zeg, nee, want dat was toch allemaal wel een beetje eng. Dat Joods zijn, dat was een soort van ver van mijn bedshow. Hij zegt, kom morgen maar weer terug en ik zal een boek voor je meenemen met Jiddische liedjes. En ga er maar mee bezig, het zal je helpen je ziel terug te vinden. Mooi verhaal. En hij had gelijk. Ja. En dat is eigenlijk ook, als ik me gewoon tijdens mijn studie niet lekker voelde, of ik was ook wat weer zoiets dat ik een aria moeilijk vond, of weet ik veel wat allemaal, dan zong ik Jiddische liedjes. En dat was eigenlijk toen. En op een gegeven moment was er een, ik denk dat het echt wel een jaar of 8 jaar later is geweest, vroeg een kennis die kunstenaar was of ik wilde zingen bij de boekpresentatie van zijn boek. Hij had schilderijen gemaakt over zijn familiegeschiedenis en de Holocaust. Ik zeg, ja joh Mark, ik kom wel een paar klassieke componisten zingen, een Joodse componisten zingen en ik zing wel wat Jiddische liedjes. En toen was aan de andere kant van de lijn, telefoonlijn, was het stil. Doe jij dat? Ik zeg, ja, maar dat is eigenlijk een geheim. Want in die tijd was het ook nog heel gescheiden, hè? Klassiek en volksmuziek, dat kon niet samen. Er is heel veel veranderd gelukkig. En ik zeg, ja, nou ja, goed, dat doe ik thuis in mijn woonkamer of in mijn studeerkamer. Dus ik heb dat ook gezongen en de zaal viel ongeveer over me heen. Zo van, en ik had nog steeds zoiets van, nou, dus die muziek, hè, dat ben ik niet. Nee. Maar het heeft me wel nieuwsgierig gemaakt naar de muziek en naar de taal en de cultuur. Ben gaan zoeken op het internet en vond toen een cursus in Weimar. En dat was een 10-daagse cursus. Ik ben daar in de zomer naartoe gegaan. En daar ontmoette ik Bele Schechter Gottesman. Oh, in Duitsland. In Duitsland. Mm-hmm. Het was een heel verhaal. Komt ze wel, komt ze niet, komt ze wel, komt ze niet. Nou, het is een soort, ja. Ze was toen ook begin 80 al. En ik zag haar en dacht aan mijn oma. En zij zag mij en dacht aan een engel. Het verschil moet er zijn. Ja. En zij heeft mij eigenlijk de eerste aanmoediging, echte aanmoediging gegeven om ermee door te gaan. En toen ik daar in Weimar, zeg maar, die cursus had gedaan, had ik ook genoeg koijig moed om die muziek op te gaan nemen. Ik heb al die tijd gedacht, ik ga de studio niet in. Joh, er zijn zoveel zangeressen, beter dan ik. En dat denk ik nog steeds hoor, maar ik had toen wel zoiets van, ja, maar ik heb misschien ook wel mijn verhaal te vertellen. Ben de studio ingegaan, november 2004, 2005 is die uitgekomen. En op dat album stond repertoire van Bele.
En die heb ik opgestuurd naar haar. En dat is het album Zing Stil geworden. Zing Stil, met het allereerste Jiddische liedje wat ik leerde kennen. Zing Stil, of de zoektocht van de stem van je hart. Ja. Hoe symbolisch ook, dat liedje. En toen nodigde ze mij uit om te komen naar haar toe. En de eerste keer was ik daar 2 weken. De tweede keer was ik daar 3 weken. En zo gaandeweg heb ik de hele Jiddische kruis in New York leren kennen. En heeft ze mij ook repertoire gegeven, ook in overleg met haar zoon. Wat is Jiddische kruis? Dat is de club met mensen die Jiddisch spreken met elkaar. Of Jiddischisten, zoals dat dan heet. De club, zeg maar dan. Ja, zo'n clubje. Ja, ja, club. Een kringetje. Het Jiddisch kringetje. Ja, kruis is kring. Oké. Okay. Toen ik zeg maar de derde keer, geloof ik, kwam bij haar in de Bronx, waar ze woonde. Toen zei ze, ja, ik heb zo overlegd met mijn zoon. Dat ik jou graag mijn liedjes wil geven, mijn laatste liedjes. En dat zijn ook echt haar laatste liedjes geweest. Mm-hmm. Dus die hele, dat hele album Freeling zat vol met liedjes die nog nooit uitgebracht waren. En echt ook speciaal aan mij gedoneerd zijn. En dat heb ik dan ook gearrangeerd. Dat komt uit 2008, dat album. Ja. Heeft ze dat nog kunnen horen? Jazeker. Ja? Ja, was ze heel trots op. Ik heb het niet alleen in Nederland gepresenteerd. Ik heb het, waar heb ik het? Ik weet niet meer waar de cd-presentatie was. Het zal wel ergens zijn geweest. Denk ik wel, ja. Ja, dat was ergens in Zwolle. Okay. Want daar woonde ik toen de tijd. Maar ik ben ook een week of 2 later samen met mijn gitarist naar New York gegaan. En heb daar ook een cd-presentatie gedaan met al die liedjes van Belen. In het Sholem Aleichem Center. En dat was schuin tegenover haar. En dat was echt een cultureel centrum. En daar was zij bij aanwezig ook. Jazeker. Ja. Zat vooraan, de schat. Ja, en zong af en toe mee. En soms ging een mond open van verbazing. Oh, ja, ja, mooi. Ja. En je moet je ook voorstellen, ik heb echt opnamen ook gemaakt van die liedjes. En dat was soms in 4 verschillende toonsoorten. Nou, probeer dan maar uit te vinden wat ze nou toch precies bedoelt. Ja, ja. En het is ook echt, het repertoire heb ik echt gekregen op de volksmuziek manier. En dat is voor een klassiek muzikus, wat ik toen veel meer nog was, heel lastig. Want het moest via de oren binnenkomen. En als muzikus, als je klassieke muziek studeert, gaat alles via de oogjes naar binnen. Omdat je dan aan het spelen bent. Dus het is voor mij ook, dat is een soort ontwikkeling en een bewustzijn geworden over mijn muzikaliteit. En mijn kleuren en hoe ik als muzikus in elkaar steek. Hmm. Want die arrangementen heb ik ook gemaakt. Zijn je ouders ook muzikaal? Je zusje? Je hebt nog een zus ook? Ja, mijn zus is bijzonder creatief. Ze is een prachtige binnenhuisarchitect. Oké. Okay. En mijn moeder is heel muzikaal. Mijn vader is... Ik zeg altijd, ik heb de muzikaliteit van mijn vader. Mijn vader heeft echt die wat melancholieke manier van muziek beluisteren. Mendelssohn, Bach, natuurlijk altijd Bach. En mijn moeder houdt van de trompetjes, dus die is een beetje vrolijker van aard. Oké. Okay. Ja. Je studeerde aan het conservatorium vooral lead recitals en oratorium. Mm-hmm. Nou is oratorium natuurlijk meer voor koren en solisten gecomponeerd. Maar heeft ook vaak een geestelijke of religieuze inslag. Ja. En recitals is meer... Iemand aan de piano en een solist die zingt. Klopt, dat zijn eigenlijk kleine miniatuurtjes van verhalen, vaak gedichten. Ik heb toenertijd op het voortgezet onderwijs een docent gehad, Nederlands, die mij de zware liefde voor poëzie heeft bijgebracht. Ja. En dat is nog, ben ik dan nog eeuwig dankbaar daarvoor. En dat heb je ook heel hard nodig, het snappen van kleuren van gedichten. En dat maakt wel lead recitals heel erg leuk. Het is niet heel populair, want je moet er echt naar gaan luisteren. En je moet je voorstellen, bij een oratorium heb je een koor, een orkest, een dirigent, een solist. En als je een beetje mazzel hebt, hebben ze een mooie jurk aangetrokken. Ja. Dus dat is veel meer, zeg maar, het show-element. Ja. Terwijl lied is vaak kamermuziek, het is kleinschalig. Maar ieder lied heeft zo zijn eigen kleuren en het zijn kleine miniatuurtjes. En ja, bij mij, ik ben denk ik wel een verhalenverteller. Ik hou van verhalen. Je hebt soms in 1,5 minuut van het liedje een heel verhaal en heel veel kleuren die erbij horen. Dus dat is wel heel mooi. Wat vonden jouw ouders ervan dat je die muziek, de Jiddische kant van de muziek koos? Was dat van meid, waar begin je godsnaam aan? Of
Hartstikke goed, ga je gang. Wat zou je denken, Maus? Ik denk het eerste. Ja, alsjeblieft niet. Ja, ja, ja. Ja, nee, mijn moeder vond het wel grappig. Die had zoiets van, oh, oké, dat is ook muziek. Mijn vader had echt zoiets van, doe het alsjeblieft niet, doe het nou niet. En die vindt eigenlijk, als het geen Bach is, dan is het geen muziek. Nee. En sommige dingen vindt hij dan wel aardig. En ik heb bijvoorbeeld in 2020 een aantal koorcomposities geschreven. Wat toch wel heel erg relateert aan de klassieke muziek. Maar misschien wel modern, vanuit Scandinavië, Arvo Pärt-achtige stijl, klassieke muziek. Dat is nog steeds Jiddisch, want dat is heel grappig. Dat wordt nu wereldwijd door een aantal koren gezongen, die stukken. Leuk. Dat is heel leuk. Dat vind ik echt tof. Ja. Maar dat vindt hij allemaal maar raar. Dat is geen Bach. Oh, precies. Ja, nou goed. toen je serieus koos om het Jiddische repertoire te gaan zingen, realiseerde je toen ook dat het mogelijk voor een hele beperkte groepering is die daarnaar komt luisteren? Nou ja, goed. Eigenlijk klassieke muziek is ook maar beperkt. Is ook zo. Maar die beperking is wat uitgebreider dan. Ja, maar ik geloof erin dat je gewoon wat je doet, daarin moet je werkelijk je hart volgen. Ja. Anders ben je nooit ergens goed in en kun je het ook niet volhouden. Mm-hmm. Ik geloof dat ik nooit klassieke muziek of überhaupt muziek ben gaan maken om daar geld mee te verdienen. Dat klinkt heel bla bla. Ik geef op het ROC in de Podiumacademie in Twente geef ik cultureel ondernemerschap. Nou, dat doe ik vooral zelf niet. Ja. Nou, ook wel hoor. Ja. Maar je moet, als jij het vol wil houden, moet je iets doen wat bij je hart past en bij je ziel past. En dan moet je nooit denken dat je er geld mee gaat verdienen. En nou ja, ik zeg ook wel eens tegen mijn studenten, ja, je kunt misschien beter een leven lang gewoon doorstomen als een dieseltje, dan als eendagsvlieg misschien een enorme kraker hebben en ja, dan nooit meer op de planken komen. Realiseer je het? Nee. Realiseer je als je een keuze maakt voor een opleiding? Nou, ook niet. Dus ik denk dat het is gewoon gekomen. Jiddy stond voor de deur, klopte aan, ik deed het op een kier en bam, daar was het. En het kwam binnen. Ja. je wilde Jiddische muziek niet alleen laten horen in al haar pracht, maar je wilde je ook verder ontwikkelen. Je bent daarom ook uiteindelijk de initiator geworden en de artistiek directeur van het Jiddisch New Wave Festival. Nou, Jiddisch Wave Festival. Ik maakte de New Wave is misschien weer een andere soort muziekstroming. Dat is toch wel een hele hippe muziek. Zou je toch denken dat er heel veel mensen komen? Nee, Jiddisch Wave Festival. In 2004 was dat voor het eerst. Nee, 2008. Of 2008. 2008. Ik ben daar ook geweest in 2014 en in 2018. En toen was ik, want ik zei net van, goh, realiseer je dat het voor een beperkte groepering is. Maar toen ik bij die festivals aanwezig was en zag hoeveel mensen daar naartoe kwamen, toen was ik eigenlijk enorm verbaasd. Ja. Verbaasd over het aantal artiesten dat er optrad. Jouw concert heb ik gezien, workshops heb ik meegemaakt. Dat ik denk van, oh wauw, dat nog zo ontzettend leeft. En toen dacht ik alleen maar, waarom in Leeuwarden en niet in Amsterdam? Mm-hmm. Ja, die vraag hoor ik vaak van Amsterdammers. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Nou, ik vond het niet erg om naar Leeuwarden te gaan, want Leeuwarden is ook een mooie stad. Ja. Maar ik denk dat het meer publiek zou trekken wanneer je zoiets naar Amsterdam zou halen. Dat is wel de vraag. Andere kant, kijk, weet je, het festival is ooit in Friesland ontstaan en heeft ook in Friesland heel goede voeten in de aarde. Als je kijkt naar de club Dicoyim, komt natuurlijk ook uit Friesland. Ze hebben daar echt een Havabra harmonie van varen cultuur. Ja. Waardoor ze enorm van klezmer houden. En Friesen hebben één gek eigenwijs dingetje. Ze hebben een eigen taal. En snappen dat je kunt gaan voor een andere taal dan alleen maar het Nederlands. Ja. Dus die combinatie heb ik ook altijd gemaakt. Plus de oorsprong van dat het in Leeuwarden is. 2018 heb ik mijn laatste kroonjaar gehad, zeg maar, met het festival. Daarna was het stil, want ja, ik dacht, ik moet toch ook zelf hier een keer stil op de... was het. Zing stil? Nee, ja. Zingen was niet meer stil, nee, want ik ging stil. Zingen. Zeer stil. Ja, dus ik ging zingen. Plus we hebben natuurlijk coronajaren gehad. Ja. En ik zou best heel graag een soort karavaan willen maken wat door Nederland heen gaat. Dus niet dat start in Leeuwarden, want dat is de start van het festival altijd geweest. En dan de grote plaatsen aandoen. Een aantal plaatsen langs gaat.
En je ziet een soort toch ook wel weer parade avant la lettre. Zoiets. Ja. En je ziet toch ook wel weer een opleving, Maus, van muziek met een soort oorspronkelijke oorsprong. Ja, dat klinkt heel blabla, maar Jiddische muziek is wel heel erg... Het heeft een duidelijke kleur, zeg maar. Net zo goed als Latin muziek of wat dan ook, of fado. En er is altijd wel publiek voor gebleven. Het is wel zo dat ik natuurlijk in de... Nou, ik heb net Yom HaShoah gehad, maar ook in Londen 4 mei. Dat is de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je het wel hartstikke druk altijd. Ja. En dan krijg ik gewoon 10 aanvragen per... Maar ja, weet ik veel wat. Dus dan is het echt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. Maar het is... Ik denk wel dat juist de Jiddische muziek, en ik heb de laatste jaren, bij een kerk heb ik een heel verhaal gehouden. Ik was een soort dominee. Ik heb gezongen en een preek gehouden. Dat was echt te gek. Dat was echt zo leuk. Dat ze vroegen mij om het Joods perspectief van verzoening. En dus heb ik een heel verhaal verteld erover. Dus het bedt ook wel heel mooi in, niet alleen maar een concert, dat is leuk. Maar een verhaal ook in om andere concert. Dingen. Ja, ook in verhalen, ook in de... En misschien is dat ook wat bij mij als mens heel goed past. De communicatie zoeken tussen verschillende culturen of verschillende mensen. En dat kun je deels doen ook door die muziek, die heel diep gaat. Ja. En Kun je wat laten horen? Want we praten er de hele tijd over. Ja. Verwarm mijn woorden niet met liefde, verwarm mij niet met mijn woorden. Alleen het laatste wat je hoorde, laat mijn echte twijfel zien. Ik zou zoveel willen zeggen, dat ik alleen maar stil kan zijn. Ik zou zo mooi willen zwijgen, dat jij vanzelf mijn man zou zijn. Verwarm mijn woorden niet met liefde, verwarm mij niet met mijn woorden. Alleen het laatste wat je hoorde, laat mijn echte twijfel zien. Ik zou alles kunnen vragen, maar ik wil niet gretig zijn. Ik zou alles kunnen raden, maar liever word ik door jou verrast. Verwar mijn woorden niet met liefde, verwar mij niet met mijn woorden. Alleen het laatste wat je hoorde, laat mijn echte twijfel zien. Ik zou kunnen reageren, je lippen zijn dichtbij genoeg. Ik zou kunnen protesteren, mijn lichaam slaat katachtig toe. Niet met liefde, verwar mij niet met mijn woorden. Alleen het laatste wat je hoorde, laat mijn echte twijfel zien. Als ik dit hoor, Lucette, dan denk ik van, goh, als Albert Verlinde je belt, van, goh, meid, zou je in een musical willen spelen? Want ik vond dit wel meer een ballad in een musical. Ja. Dan, dit is natuurlijk wel heel anders dan het Jiddisch. Laten we dat goed begrijpen. Maar ik denk, je zou ook zomaar in een musical kunnen spelen. Zou je dat überhaupt ambiëren?
Ik heb mijn leven niet geambieerd om in musicals te spelen, wel in de opera. Ja, oh. In principe is het natuurlijk hetzelfde met je. Hè? Je zit in eenzelfde hoekje. Wat ik erg mooi vind is dat je naast muziek een soort totaalconcept hebt wat prachtig is. Als Albert mij nou zou bellen voor een Andrew Lloyd Webber musical, is best leuk. Oké, nou Albert, kom maar op. Dit kun je. En het leuke is dat hele album, ik heb wat ik al vertel, ik werk op de Podium Academie Twente. Ja. En daar heb ik studenten, met name mijn acteurs, zijn stapelgek op deze muziek. En riepen ook al, kunnen we ook Lucette musical maken? Ik zeg, nou jongens, succes. Eat your heart out. Dus het heeft, en wat je hier hebt gehoord, is wel het meest rustige ballad. Ja. En wat ook een soort van hart is, want de verwarring van mijn woorden is ook naar mezelf toe. Ja, ik snapte ook niet altijd waarom ik stap een naam. Er is ook een liedje bij dat heet Een vrouw is een echte tango, heel stevig. Waarin ik bewust ben geworden dat de stappen die ik neem onbewust waren, maar altijd de goede richting op. Aha, ja. En, maar er zit ook een soort bluffliedje in, er zitten ook echte musical-achtige liedjes in. Dus ik snap jouw idee. Ja, ja. Ja. Oké. Je hebt een website? Jazeker. Meerdere. www.lucettevandenberg.nl is gok maar wat. Vandenberg.nl, zieke tak zonder H. Ja. Ja, en anders ook op het album wat uitkomt en de theaterconcerten met Nederlandstalig, want dat komt in april uit. Dus waar je ook te bewonderen bent, dat kunnen ze via de website zien. Ja. Facebook heb je ook. Ook. Ja. Nou, ook Instagram heb ik. Nou, moet jij eens kijken. Een YouTube kanaal heb ik. Oh, nou, het houdt niet op. Echt. Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? Ja, de liefde. De liefde. Ja, en muziek. Dan wil ik jou bedanken voor dit interview. En heel leuk dat je aan ons programma hebt willen meewerken. Tot zover deze aflevering van Bekijk het maar. Wat mij betreft heel graag tot de volgende.